Geen idee eigenlijk. Ik denk gewoon, gewoon lekker op de bank met de twee of zo. En, nou, ik ben niet zo'n romantiek en zo. Maar ik kan wel, het is net zoals in de films allemaal. Maar zo werkt het niet in het normale leven. Dus. Ik vind TikTok laatst tijd wel heel leuk. Gewoon leuke filmpjes en zo. Maar ik denk Instagram. Ja, dat is toch wel het leukste. Er gebeurt het meeste denk ik op Insta dus. Week zonder telefoon. We moeten hem hier ook altijd inleveren, dus ja, gaat wel. Brian Robbie. Hij zit hier, dus ja, voetballen al heel lang samen, toch al 10 jaar, dus creëer gewoon een band. Ik scoor niet heel vaak of zo, maar ik had wel 1 keer echt een hele mooie goal, maar dat is ver terug. Ik denk in onder 15 of zo. Ik geef ze liever assist eigenlijk. Ultimate Team. Ja, dat is denk ik het leukst. Gewoon online tegen andere mensen. En ik heb gewoon alle sterren in het team. Dus zoals Ronaldo, Neymar en zo. Je moet heel veel spelen, dan lukt het. Ik, 100%. Als hij dezelfde vraag krijgt, dan weet ik zeker dat hij zichzelf gaat zeggen. Maar ja, het is heel simpel. Dat is ik. Ik kan eigenlijk niet zoveel van die jongen. Maar hij probeert altijd een beetje een mental game te spelen. 3 jaar geleden lukte dat nog wel eens, maar nu natuurlijk niet meer. Ja, ik denk gewoon 3-0. Dan moet je gewoon weg, dus 3-0. Ja, gaat hij dan weg? Ja, ja, moet, dat moet. Maar we zitten naast elkaar en dat is gewoon een regel. 3-0, dan is het moet je weg. Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet. Kijk, sommige jongens spelen het helemaal niet. Dus ja, ik denk dat hun dan slecht zijn. Ja, ik weet trouwens wel, Nana. En hij heeft ook een grote mond, maar iedereen weet van hem. Nou, ik moet zeggen dat ik met iedereen wel goed ben, dus eigenlijk is iedereen prima. Tof. Echt ideaal gewoon. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik denk gewoon, gewoon lekker op de bank met de twee of zo. En, ik ben niet zo'n romantiek en zo, maar ik kan wel, het is net zoals in de films allemaal, maar zo werkt het niet in het normale leven. Dus. Een ideale date, ja. Het is natuurlijk gewoon op vakantie of zo ergens. Heel mooi blauw water, noem maar op, weet je wel, dat soort dingen. Als je maar samen bent, dan is het goed. Ik weet niet, ik denk tennis of zo. Maar niet dat ik tennis, maar om te kijken vind ik dat nog wel leuk, tennis. Ja, basketbal ook wel. Maar ik speel liever basketbal dan als ik het kijk. Ik heb wel eens met Alex gebasketbal. Ja, maar hij is echt goed. Maar ik ben er niet zo goed in. Ja, ik denk Jordan. Dat is een documentaire die ik ook heb gezien. Dan ja, kom je meer over hem te weten en zo. Ik zou wel van Brian Brobbey maken. Heen. Dat is een hele spectaculaire beeld, denk ik. De Bruin is een middel. Omdat het gewoon een beetje mijn positie is. Een mooi speler om naar te kijken. Tweebenig. Ja, hij heeft een hele goede passing. En ik denk ook dat hij liever van assist houdt dan van een goal. Ik denk De Bruin gewoon, ja. Veel goede spelers. Maar ik keek vroeger nog wel naar Eriksen. Toen ik zeg maar, nog wat kleiner was, zeg maar, dat mijn positie ook was. Zocht je dan wel eens contact of durfde je dan niet? Nou, we zagen hem eigenlijk. Ja, je zag hem bijna nooit. Zeg maar, als je in de... Wij zaten dan nog in de onderbouw, toch? Dus dan zag je hem eigenlijk nooit. En als dat nu andersom gebeurt met die kleine mannetjes die wel eens Kenneth roepen en zo? Ja, dat is alleen maar leuk. Ja, vind je dat mooi? Ja, dat is leuk.